Google is de populairste zoekmachine ter wereld en het is daarom geen wonder dat iedereen op de eerste pagina van Google wil komen. Meer bezoekers resulteert vaak in meer klanten en meer klanten betekent een groeiende onderneming. In deze video deel ik jou wat tips om op de eerste pagina van Google te komen met jouw website of webshop. Stap 1. Kies een specifieke niche voor jouw website of webshop. Het internet is tegenwoordig een plaats met heel veel concurrentie, omdat het heel makkelijk is om jouw eigen website te beginnen. Het nadeel hiervan is dat het wel moeilijker wordt om op de eerste pagina van Google te komen met jouw website of webshop. Maar een van de allerbeste tips om hoger te komen in Google is door je te specialiseren in een niche. En de betekenis van een niche-markt is een kleine gespecialiseerde markt voor een bepaalde groep producten of services. Door met jouw website of webshop een hele specifieke behoefte voor een specifieke klant in te vullen, vermijd je een hoop van de concurrentie. En hierdoor kun jij makkelijker autoriteit opbouwen binnen een bepaalde niche. En dit resulteert in dat jouw webshop hoger zal ranken in de Google Search Results. Even een voorbeeldje. Wanneer je op jouw webshop heel veel verschillende producten aanbiedt, moet je het opnemen tegen bol.com en Amazon bijvoorbeeld. Maar als jij je richt op specifiek armbandjes voor kinderen, dan vermijd je een hoop van de concurrentie en kun je hoger komen in Google. We komen bij stap 2. Doe zoekwoordenonderzoek. Wanneer je jouw niche hebt bepaald, is het tijd voor de volgende stap. Zoekwoordenonderzoek. En je merkt dat dit ook een stuk makkelijker gaat wanneer jij een niche hebt gekozen in plaats van dat je een hele algemene website hebt. Dit komt omdat je heel veel beter weet waar jouw ideale klant naar op zoek is. En hier kan je je hele website omheen bouwen. En laten we even voor het gemak het voorbeeld uit punt 1 gebruiken. Armbandjes voor kinderen. Om beter gevonden te worden in Google als kleine ondernemer is het belangrijk om de volgende twee vragen goed te beantwoorden. Vraag 1. Waar is mijn ideale klant naar op zoek? En vraag 2. Waar wil ik op gevonden worden? Het is heel erg belangrijk om deze vragen goed te beantwoorden en daarna jezelf af te vragen. Zijn voornamelijk kinderen of ouders op zoek naar deze armbandjes? Zoeken ze armbandjes of zoeken ze verjaardagscadeautjes? Het beantwoorden van deze vragen is super belangrijk omdat je hierop kan inspelen met wat je op de eerste pagina van jouw webshop toont, maar ook welke content je gaat maken. Zoekwoordenonderzoek doen en deze gebruiken binnen jouw content noemen we zoekwoordenonderzoek, oftewel SEO, Search Engine Optimization. De bedoeling van SEO-onderzoek is dat we de juiste zoekwoorden vinden waarop onze ideale klant naar op zoek is, zodat we hier later op kunnen inspelen met wat we op onze webshop tonen, op onze website, maar ook op onze blog of andere content. Een krachtige tool die wij heel erg aanbevelen is Ubersuggest. Hier kun je jouw zoekwoord intypen, hier kun je vergelijkbare zoekwoorden zien, hoeveel mensen er per maand naar op zoek zijn, maar ook hoe hoog de concurrentie voor dat zoekwoord is. Ubersuggest laat je zien welke zoekwoorden hoog in volume zijn, maar een lage concurrentie hebben, want dat zijn de zoekwoorden die wij willen gaan gebruiken. Waarom willen we die gebruiken? Omdat je op dit zoekwoord na verloop van tijd kunt gaan ranken. En dit betekent dat jij op de eerste pagina van Google kan komen met jouw website of webshop. In het onderstaande voorbeeld zien we dat we armbandje met naam goed kunnen gebruiken. Dit zoekwoord wordt namelijk door 5400 mensen per maand gezocht en heeft maar een moeilijkheidsgraad van 25%. Dit is dus de perfecte kans om met een zoekwoord hoog in Google te komen. En dan zijn we bij stap nummer 3. Maak een contentplan. Wanneer jij een lijstje hebt geschreven met alle zoekwoorden waar jij op gevonden wil worden, is het tijd om een contentplan te maken. En het doel is dat je de zoekwoorden die je hebt geselecteerd uit stap nummer 2 gaat verwerken in blogberichten. Want wanneer jij iedere week of iedere twee weken een blogbericht maakt, zal Google na verloop van tijd gaan denken, oké, dit is een website die heel veel weet over deze bepaalde zoekwoorden. En het doel van een contentplan is opschrijven op welke zoekwoorden je gevonden wil worden, maar ook hoe vaak je een blogbericht wil gaan schrijven. En dan komen we bij stap nummer 4. Schrijf blogberichten waarop jij gevonden wil worden. Nu is het tijd om je eerste blogbericht te schrijven en laten we voor het gemak armbandje met naam gebruiken. Voordat je begint met het schrijven van je blog is het belangrijk en ook heel erg handig om op te schrijven welke punten je wil gaan behandelen. Je kan het in je notities app doen of in een Word document, maar dit maakt het heel veel eenvoudiger om ook te gaan schrijven. Wanneer je al deze bullet points hebt opgeschreven, kun je beginnen met schrijven. Wat ik zelf doe is een uurtje apart zetten om deze blog in stilte te gaan schrijven. Bekijk de bullet points die je hebt opgeschreven en zorg dat je hieromheen een mooi artikel schrijft en daarin ook het zoekwoord armbandje voor kinderen verwerkt. Zorg niet dat je dit te veel doet en dat het op een robot lijkt, want dan gaat Google denken dat jij ook daadwerkelijk een robot bent, maar dat ben je natuurlijk niet. En dan komen we bij stap nummer 5. Dat is schrijf pakkende titels en win de klik. Het is lastiger dan ooit om de aandacht te krijgen op het internet. En we leven ook in een wereld van 2 seconden video's, 5 seconden video's, 10 seconden video's. En de aandachtspanne is dus korter dan ooit tevoren. Je moet het volgende dus realiseren. Wat er op mijn website, webshop of blog gebeurt,
maakt niets uit zolang mensen niet op mijn website klikken. Wanneer je de titel schuift voor jouw blog, is het belangrijk dat deze er bovenuit springt binnen de zoekresultaten. Verplaats je dus in de schoenen van jouw ideale klant en vraag jezelf af, waar zou deze persoon echt op willen klikken? En wat we zien is dat vaak de titels die heel erg kort, krachtig en ook met cijfers erin vaak de klik winnen. En voor ons blogbericht over armbandjes voor kinderen heb ik gekozen voor 5 redenen waarom een armbandje met naam het perfecte cadeau is voor jouw kind. Deze titel wekt nieuwsgierigheid op. Het is perfect waar onze klant naar op zoek is en het zoekwoord is erin verwerkt. En dan zijn we alweer bij stap nummer 6 en dat is optimaliseer jouw blogcontent. Wanneer je jouw blog hebt geschreven en nagekeken, is het tijd om deze in de jouw web editor te gaan plaatsen. Je kunt jouw blogbericht heel makkelijk kopiëren en plakken in onze editor en vanuit daar verder gaan met het bewerken van jouw artikel. Zodra je jouw blog in onze editor hebt geplakt, is het belangrijk om deze te gaan optimaliseren zodat Google beter begrijpt waar jouw website en jouw blog over gaat. Het doel is dus om Google te helpen om jouw blogbericht te begrijpen en ook te kijken van oké, welke punten zijn nou het belangrijkste binnen jouw blog. We moeten er dus voor zorgen dat Google heel goed begrijpt waar jouw blogbericht over gaat en welke punten ook het belangrijkst zijn binnen jouw blogbericht. En dit doen we door de juiste kopgrootte te selecteren bij elke titel. Iedere paragraaf binnen jouw blogbericht krijgt de juiste kopgrootte, waardoor Google beter weet hoe jouw blogbericht is opgebouwd. En dan komen we bij de laatste stap, stap nummer 7, en dat is verzamel linkjes vanuit andere websites naar jouw website. Buiten het vinden van de juiste zoekwoorden en het maken van content, is het belangrijk om iets anders te doen, om hoger te ranken. Buiten het vinden van zoekwoorden en het maken van content is er nog één heel belangrijk iets dat jij kan doen om hoger te ranken in Google. En dat is het verzamelen van linkjes van andere websites naar jouw website. Een van de meetpunten waardoor Google weet hoe belangrijk en hoeveel autoriteit jouw website heeft, is door hoeveel linkjes vanuit andere websites er naar jouw website gaan. Je kunt het zien als bruggetjes. Hoe meer bruggetjes er naar jouw website linken, hoe belangrijker Google denkt dat jouw website is. Maar hoe krijg je dan meer linkjes? Dit kan na verloop van tijd gebeuren omdat andere websites denken van oké, dit is een waardevolle site. Of de tweede mogelijkheid is dat je goed op zoek gaat naar andere websites in jouw niche en hun benadert of ze naar jouw blog willen gaan linken. Er zijn natuurlijk nog heel veel meer andere dingen die je kan doen om hoger te ranken, maar deze 7 stappen zijn de belangrijkste stappen om hoger te ranken in Google. Dankjewel voor het kijken en zorg dat je de volgende 2 video's ook bekijkt. Deze zijn heel waardevol, dus ik hoop je daar te zien. Doei doei!